Mijn lipjes stuk. Je hebt stuk. Zalando's niet anders. Ik vind het ontzettend spannend. Omdat, kijk, normaal doen we natuurlijk preken voor eigen parochie. De zaal zit vol met mensen die weten wat ze krijgen. En hier hebben we geen idee wie er in de zaal gaat zitten. En hoe mensen gaan reageren. We zijn op alles voorbereid. Ik heb het gedeeltelijk nog maar gezien. Maar het gaat met name over een groep vrienden die een van hun dierbaren is verloren. Die wordt weer begraven in een kerkje in de Bijbelbelt. Maar gaat niet als drag queen de kist in, maar als de gewone man die hij was. En dat is tegen de afspraak die deze vrienden met elkaar gemaakt hebben. Oftewel, een total makeover. We houden onze heilige gelofte. En daarvoor zijn we speciaal uit Amsterdam gekomen. Welcome to Four Drags and a Funeral! Het zijn Amsterdamse drag queens, die gaan nogal, die kunnen nogal tekeer gaan, ja. Maar ja, we hebben dat uitgebreid voorbesproken en de kerk durfde het aan, dus dan durven wij het ook aan. Een hele spannende, maar ook een hele belangrijke avond tijdens de Vredesweek van de Antoniusgemeenschap. Een themaavond gericht rondom religie als geaardheid, over seksuele en religieuze acceptatie. En elke vorm van uitsluiting en discriminatie is een directe bedreiging voor de vrede. En helaas worden anders geaarde mensen nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten, ook door de kerken. Ja, die vier drag queens versus die hele gereformeerde gemeente waar ze inbreken. Ja, hoe dat gaat werken. Het is natuurlijk een clash tussen twee culturen. Nou ja, God is niks vreemd. Hè? Dus voor hem zal dit geen verbazing zijn. Misschien voor de toeschouwers, maar voor de eeuwigen niet. Bent u niet bang dat ze de kerk uitlopen? Nee, zeker niet, zeker niet. Ik denk dat de toonzetting goed is, dat ze weten wel vanuit welk hart het komt. En na de voorstelling hebben we een nagesprek. Dus iedereen die aarzelt of boos wordt, welkom voor die 20 minuten naar de voorstelling. Wanneer we met elkaar in gesprek gaan over dit belangrijke thema. Ik kom als eerst op en ik kom hier weer. Het gaat over ruimte, elkaar de ruimte geven en luisteren en elkaar respecteren en tolereren en met elkaar omdurven en kijken naar de verschillen, durven kijken naar verschillen. En daar niet zo heel ingewikkeld over doen. Ik weet niet of mensen erop staan en weglopen. Ik weet het niet. Nee, weten we niet. We zijn professioneel op 23 september sluiten we de Vredesweek af met een vredesconvenant. Waarbij we hopen dat zoveel mogelijk religieuze stromingen en hopelijk ook politici in de stad Haarlem een intentieverklaring ondertekenen. Waarbij we zeggen de wereld mag kapot gaan, maar in Haarlem blijven we met nieuwsgierigheid en respect en tolerantie naar elkaar omkijken.